Goeiedag beste mensen, op deze 14 februari 2020. De bekende wereldbol in plastic die het Terneuzen centrum was, is al een tijdje verhuisd naar deze locatie. Hier even op de rand van Terneuzen, dus een wereldbol. Samengesteld door plastieke flesjes. Siri, je hebt hier ook de bijkomende informatie natuurlijk. En hier meer info. Dat is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Peter Smit. In de bol zijn 6000 plastieke flesjes verwerkt. En natuurlijk ook wel de informatie, wat kunt u doen? Plastic afval kunt u beter scheiden. Dus hier ook de punten. Het is natuurlijk een prachtig initiatief van dat samengesteld te hebben. Maar natuurlijk, de bol staat hier wel een beetje op een verloren hoek. Even toch wel uit de binnenstad en toch ook wel minder in het zicht van het dagelijkse publiek. Voilà, beste mensen, dat was het hier even. De wereldbol in plastiek. Terneuzen, Nederland, Zeeland.